de studio. Ieder jaar wordt door de leden van ondernemersvereniging Berchem de ondernemer van het jaar gekozen. De ondernemer van het jaar van 2016 is geworden het bedrijf Hurkes Bouwmaterialen. Van harte welkom. Ja. Dankjewel. Gefeliciteerd met deze prijs. Een hele mooie prijs. Heel veel mensen binnen en buiten Berchem zullen jullie inmiddels natuurlijk kennen. Maar zouden jullie het toch eventjes voor willen stellen? Ja, dat is goed. Bas Hurkens, 41 jaar. Een vriendin, drie kinderen, een vierde op komst. Ja, leuke zinnen is allemaal. En ja, we runnen samen met mijn broer Roy Hurkens Bouwmaterialen. Ja, mooi. Kort en krachtig. Ja. Ik ben Roy, ik ben 37 jaar, samenwonend met Francis. Wij hebben samen een zoontje, Rick. En ja, ik doe samen met mijn broer Bas de winkel. Ja. Dan hebben jullie een hele mooie prijs gewonnen. De leden die kiezen de ondernemer van het jaar. Dat moet toch wel een mooi gevoel geven. Kunnen jullie een eerste reactie geven? Ja, ik vind het ontzettend leuk. Niet verwacht. Ja, het is toch een vrij grote groep. Hoog bekende, ook een hele hoop bedrijven die je weet die het hartstikke goed doen en aan de weg timmeren. En goed bezig zijn, die ook altijd, ja, er zit natuurlijk een hoop bij die ook bij ons klant zijn. En ja, dan is het toch wel spannend of leuk dat je daar uitgekozen wordt. En ook een soort waardering vanuit je collega's voor jou of voor ons dan. Ja, waardering is het zeker als je het krijgt. Hè? Ja, dat is een hele eer. De mensen ook het vertrouwen, denk ik, in jullie en het bedrijf hebben. Dat klopt. Nu bestaat Hurkes Bouwmaterialen al een behoorlijk aantal jaren. Het is opgezet door jullie vader. Ja, klopt. Hoe lang bestaat Hurkes al? Vanaf 1979. Toen is papa mee begonnen. En die is in Megen begonnen, in een oude kippenschuur. Okay. En dan verkocht hij hout en bouwmaterialen. En daarna zijn jullie naar de burgemeester van Erpstraat verhuisd met het bedrijf. Ja, dat klopt. Dat is in 1984 is dat geweest. Dan zijn wij vanuit Megen verhuisd naar Berchem, naar de huidige locatie. Ja. En nou wordt natuurlijk heel veel gebouwd op dit moment in Berchem. Je hebt Verreuth, het Piekhoef en Berchem zelf. Merken jullie daar wel van? Ja, wij hebben natuurlijk, dat merken wij natuurlijk wel. Berchem is een groeigemeente. Volgens mij zijn we in heel korte tijd van 5.000 naar 10.000 inwoners gegaan. Daar pluk je je vruchten wel van mee. Dat is ontzettend veel gebouwd. Berchem is echt een flink dorp geworden. Er zitten heel veel zelfbouw heeft erin gezeten, waar toch onze hoofdzaak op gericht is. Nou, daar hebben wij wel veel profijt van gehad, zeg maar. Ja. En er wordt nog steeds veel gebouwd in Berchem. Dus. Ja, dus jullie hebben een winkel. Daar wordt natuurlijk van alles verkocht, maar er worden ook grotere materialen verkocht, zeg maar. Ja. Wat is er bij jullie allemaal te koop? Waar kunnen mensen bij jullie voor terecht? Nou, wij zitten vooral in de bouwmaterialen, hout en houten balken, houten ribben, planken. Ook isolaties, eigenlijk alles om een gebouw of een huis of zo te bouwen. En daarnaast hebben we dan de winkel of de shop met alle kleinere materialen, net als verf, ijzerwaren, gereedschappen, PVC. Dus ja, eigenlijk, wij zeggen eigenlijk altijd dat we het complete assortiment hebben, van fundering tot voordeurknop. Dus, ja, van alles is te koop in de winkel. Jullie zijn zelf ook werkzaam in de winkel of meer op de achtergrond? Nee, vooral ook op de winkel, op de werkplek zelf, zeg maar. Dus ja, zelf de klanten helpen, zeg maar. Alles wat er bezig komt, dus volop in de winkel aanwezig, zeg maar. En we hebben wel het een beetje gescheiden. Dat Roy doet meer de bouwmaterialen, verkoop en de prijsopgave offertie erbij horen. En ik doe meer de winkel en daarbij dus personeel, beleid, gedeelte administratie. Dus dat wordt wel een beetje verdeeld. Ja. En hoeveel werknemers hebben jullie in dienst? Opgeteld 10 fulltimers. Als je alle uren zou optellen. Ja. We hebben meer loskrachten, maar mensen die parttime werken, jongens die op school zitten. Maar opgeteld zijn ongeveer met 10 man.
Met onszelf meegerekend dan. Oké. En wat maakt jullie nu tot ondernemer van het jaar? Waarom denken jullie dat de andere leden op jullie gestemd hebben? Nou, wij denken doordat en het bedrijf al lang bestaat en doordat wij, Bas en ik hebben het overgenomen van onze ouders, zou ik maar zeggen. En wanneer hebben jullie het overgenomen? Dat is eigenlijk in 2000 zijn wij erin gaan groeien. En uiteindelijk helemaal dat het over is genomen, is eigenlijk 2010 geweest. Okay. En vanaf daar hebben we eigenlijk toch een groei kunnen laten zien in ons bedrijf. Ondanks dat we ook een slechte tijd hadden, in, met name met de bouwcrisis, zullen we zeggen. Ja. Hebben jullie daar veel van gemerkt, van die bouwcrisis? Nou, het was wel rustiger qua nieuwbouw. Dus ja, dan moet je toch gaan kijken van wat kunnen we nog meer aanboren om toch onze materialen aan te kunnen leveren. Ja, en ja. Hoe hebben jullie erop gepakt, zeg maar, als je merkt dat er inderdaad een crisis is, hè? Dan ga je misschien andere producten verkopen of andere dingen? Nou, je merkt eigenlijk wel dat mensen, alles draait om de verkoop van een huis. Als de huizenmarkt loopt, dan worden er ook nieuwe kavels verkocht of worden er ook huizen, dus mensen gaan verhuizen naar iets groter huis. Dan komen erin en dan gaan ze verbouwen, dus dan blijft de mode rondgaan. En nou merkte dus dat mensen kregen, hey, krijg ik het huis niet verkocht. Wat gaan we doen? Dan gaan ze investeren in of het huis verbouwen, een erker eraan, een garage zetten. De schilder die normaal kwam, werd er gezegd, nou dan schilderen we het huis zelf wel. Ook een beetje om de onzekere toekomst, zeg maar. Hè. De mensen toch een beetje op het geld letten. Dus dan ben je wel met de kleinere dingen bezig, om het zo maar te zeggen. Dan ben je niet met volledige bouw bezig. Maar ja, dat wat daar wegviel, kwam hier wel erbij. En natuurlijk was dat veel minder als in de tijden 2006-2007. Dat het bij wijze van spreken overal super liep. Ja, toen kwam je terug vooral. Maar we hebben ons daar wel gewoon doorheen kunnen werken, zeg maar. En vanaf 2010, denk ik, dan begon het toch alweer op te krabbelen, zeg maar. We zitten toch bij mensen die meteen in de bouwfase zitten en die, dan begint dat toch alweer, is dat wel weer beginnen op te krabbelen. Nu zag ik dat jullie ook een webshop hadden. Ja. Merk je dat er ook meer gebruik van wordt gemaakt? Dat is een goeie. De webshop, moet ik eerlijk gezegd zeggen, begint nog niet helemaal te lopen. Wat je ervan verwacht is ook, vind ik, een heel moeilijk iets. Want het moet je ook passen. Ja. Je moet er heel veel tijd in steken. Je ziet er niet direct resultaat van. Je moet met vindbaarheid bezig zijn. En we zijn daar nou mee bezig. Maar ik moet zeggen, dat is een lang traject. Dat kost heel veel tijd, denk ik, om de heel goed in te zetten, zeg maar. En als een bedrijf één alleen, is dat denk ik toch wel, het is niet makkelijk, zeg maar. Het is niet zo dat je eventjes een bedrijf opent en of een internetzaak begint en dan hup. Nee, het zal wel goed komen, maar dat werkt zo niet. Nee, en misschien met bouwmaterialen ook. Mensen willen het misschien toch ook echt zien, hè, voordat ze iets kopen. Ja, bouwmaterialen is natuurlijk ook in een gedeelte transport. Want als iemand 10 zak cement bestelt, hoe kun je die even snel in Amsterdam krijgen? Ja. Dat is nog wel een uitdaging. Ja, dus je weet het. Maar er wordt aan 2017. Wie weet. We zijn daarmee begonnen en we hebben ook niet alle producten dan meteen op aangeboden. Het is, we hebben een start gemaakt en dan zijn we een beetje aan het kijken hoe dat er gaat en nog een beetje zoeken in. Goed. Ja, wie weet hoe het gaat lopen op de nu. Ja, klopt. En nu hebben jullie die mooie bokaal gewonnen die daar te pronken staat. Ja. Waar gaan jullie hem neerzetten? Ja, die zal een heel mooi plekje in de winkel gaan krijgen. Ja. Ja, waar iedereen hem eventueel kan bewonderen. Ja, en die krijgt wel een ereplaatje, denk ik. Ja, hij ziet er hartstikke mooi uit, hè? Dat jullie hem gewonnen hebben. Dus willen mensen hem zien, dan kunnen ze in ieder geval bij Hurkens langskomen aan de burgemeester van Erpstraat. Zijn ze van harte welkom. Zijn ze van harte welkom, kunnen ze bokaal zien en een mooie winkel voor jullie zien. Dus ik wil jullie bedanken voor het interview. Heel veel succes verder met het mooie bedrijf. En wie weet, tot de volgende keer weer. Dankjewel. Ook hartstikke bedankt. Ja. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En tot de volgende keer.